Hey Schorpioen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand juli. Zoals jullie weten ga ik geen specifieke vraag stellen, ga ik kijken in je algemene energie. Ik ga er dieper op ingaan met de tarotkaarten en ik ga afsluiten met een liefdeskaartje. Teleurstellingen en jaloezie. Maar er is iets waar je wel natuurlijk standvastig moet in zijn. Ik weet niet of jij teleurgesteld bent in een bepaalde persoon die kampt met jaloezie. Het kan ook omgekeerd zijn dat jij kampt met jaloezie, waardoor dat je de andere persoon hebt teleurgesteld, waardoor dat de andere persoon standvastig is. Dus neem wat dat resoneert natuurlijk. Maar we gaan kijken in de tarotkaarten. En we gaan zien wat er daar nog meer mag uitkomen, want er zijn sowieso teleurstellingen en jaloezie. We gaan even kijken voor de schorpioen, voor de maand juli. Oké, schorpioen. Er is iets van karmische gerechtigheid. Er is iets van waarheid die naar boven gaat komen. Het kan gaan over geld, documenten, rechtszaak, notaris, boekhouder, accountant. En er wordt daar eigenlijk op gewacht. Ergens intuïtief weten wel dat je iets moet wikken en wegen. Er is karmische gerechtigheid die naar je toe komt. Kan gaan over een soulmate-connectie. Kan gaan over een samenwerkingsverband die je hebt gehad. Maar er komt sowieso karmische gerechtigheid. Er komt sowieso waarheid gaan naar boven. Iemand gaat iets rechtzetten. De waarheid gaat naar boven komen. Dus er is een persoon die de verantwoordelijkheid gaat nemen om iets recht te zetten. Maar er is hier wel nog een wachtmodus. Er is iets vanuit het verleden, waardoor dat er een hele lange weg is afgelegd. En er wordt zich nu voorbereid om de schepen binnen te halen. En dat gaat hier over een vaste connectie, maar dat kan ook gaan over geld, stabiliteit. Maar ik ga clarify. We gaan kijken wat dat er nog meer mag uitkomen. We gaan er een keer dieper op ingaan. Oei. Oké, schorpioen, ik heb het gevoel dat je iets aan het healen bent. Er is hier een wens, een doel, een droom die je graag in vervulling ziet gaan. Er liggen hier nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Er is iets wat duidelijk gaat worden. Het is iets waar volledig je hart in ligt. Het is een wens. En er is ook heel veel hoop. Dus het kan zijn dat je een wens of een hoop hebt naar een bepaalde connectie. Om stabiliteit te creëren met een andere persoon. Maar dat je nu op dit moment aan het wachten bent om geld te ontvangen. Er is iets met rechtszaak. Er is iets met geld, documenten.
eens je dit gaat ontvangen hebben, ga je die nieuwe kansen, die mogelijkheden hebben. Ga je die wensen ook laten kunnen uitkomen. Want het is eigenlijk hartvervullend, eigenlijk, wensvervullend. Kan misschien gaan over een bepaalde persoon, over Waterman, waar uw liefde wel heel sterk bij ligt. Maar toch is er hier een zeer lange weg afgelegd. Het is net alsof er hoop wordt gevraagd om communicatie te voeren. Om duidelijke, eerlijke communicatie te voeren. Bizar. Want er liggen hier diepe gevoelens. Diepe gevoelens naar eerlijkheid toe. Er gaat hier iets eerlijk uitgesproken worden. Iets van waarheid gaat naar boven komen. Oei, dat is natuurlijk te veel. Ja, en toch gaat dat hier over iemand die emotioneel niets bij betrokken. Dat gaat hier over een huis, over geld, rechtszaken, rechtbank, bemiddelaar, notaris. Nu op dit moment zijn er financiële strubbelingen. En je wil je scheep naar binnen halen, maar je staat in de wachtmodus. Je hebt een lange weg afgelegd. En dat kan gaan over een huis die te koop staat. Want er is iemand emotioneel niet bij betrokken. En dat gaat altijd over een accountant. Iemand die iets mee handel, iets mee papieren doet. Advocaat. Iemand die heel rationeel is. Iemand die heel intellectueel is. Dus emotioneel niet verbonden met rechtszaken. Want nu op dit moment zijn er financiële strubbelingen. Maar er komt geld naar u toe. Maar er moet eerst iets uitgeklaard worden. De waarheid moet eerst naar boven. De zaak moet eerst afgehandeld worden. En eens dit gaat gebeuren, dan ga jij uw wensen kunnen achterna gaan. Dan ga jij uw hoop kunnen doen. Wat dat uw hoop ook is, hè. Is voor iedereen verschillend natuurlijk, maar dan ga je eigenlijk over een stevige basis, over een huis, financiële strubbelingen nu op dit moment. Hoopte om je huis te kunnen verkopen, hoopt je om heel veel geld te kunnen krijgen in verband met je huis. Er is iets mee in huis. Advocaat, notaris. Er moet hier iets bemiddeld worden. Wikken en wegen. Iets rechtzetten. Rechtbank. Samenwerking. Het kan zijn dat iets is wat al zeer lang aan de hang is. Misschien al van in oktober. Of zijn er sommigen onder jullie aan het scheiden? Het is een huis, een vaste, stabiele basis. Een huis die te koop staat. Of je zit in een huwelijk. Of je hebt te maken met een persoon die in een huwelijk zit, die op dit moment aan het scheiden is. Ja, er liggen hier kopzorgen, negatief denken, denken. Lichaam die moe is. Alles op een rijtje zetten. Misschien heb je te maken met een leeuw. Hoeft natuurlijk niet. Het kan ook een weegschaal zijn. Het kan ook een tweeling zijn. Het kan een ram zijn. Een waterman. Maar dit is hier wel malle molen. Negatief denken, angsten, onzekerheden. Maar het is ongegrond. Er is op dit moment geen communicatie tussen u en de andere persoon. Iemand heeft zich weggetrokken om me-time te nemen. En dit vraagt veel kracht en moed.
Er gaat ook veel kracht en moed gevraagd worden om weer te kunnen opstaan. Want nu op dit moment wordt er hier wel heel negatief nagedacht. Maar er gaan eerlijke gesprekken klaarliggen. Er liggen hier nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden, maar nu op dit moment wordt hier eigenlijk financieel vastgehouden. Een beetje een egoïstisch gedrag en de opties worden eigenlijk allemaal opengehouden, maar controle kan ook niet losgelaten worden. Heel sterk ramenergie, dus dan moet hier eigenlijk controle losgelaten worden en alles op zijn natuurlijke beloop te laten gaan. Want er liggen hier stressmomenten, liggen draaien, woelen, keren, moeilijk in slaap geraken. Uw hoofd dan moe is, alles maar denken, negatief denken. In verband met, ofwel gaat dat hier over een huis, ofwel gaat dat hier over een commitment, een relatie, een huwelijk. En daar gaat er iets, een verandering in plaatsvinden. Ik ga hier ook een keer een extra orakelkaart opnemen. Het kan zijn dat deze persoon zich heeft teruggetrokken. Om over alles na te denken, want ik voel, het is sowieso rechtszaak, sowieso. Iemand heeft stress. Iemand denkt heel veel na. Ja, dit is eigenlijk een leerproces. Iemand is hier eigenlijk iets aan het leren. Dezelfde kaart van kreeft op dezelfde positie. Het kan zijn, schorpioen, dat jij je aan het beschermen bent, dat jij je terug hebt getrokken, waardoor dat jij alles op een rijtje aan het zetten bent. Want er is hier sowieso financiële strubbelingen, uitbalans zijn, aan het wachten. Ik heb het gevoel wachten in verband met geld, wachten in verband tot wanneer de zaak rond is. Dus kan het nu zijn, schorpioen, dat jij nu te maken hebt met een bepaalde persoon? Dat je zot van bent, want ik zie hier wel liefde. Je bent zot van iemand. En dat deze persoon op dit moment aan het scheiden is, want ik voel hier een derde partij. Ofwel zeide jij op dit moment aan het scheiden om naar die derde partij te gaan, van de persoon van wie dat je zot bent, ofwel is het omgekeerd. Heb jij te maken met een persoon waar jij zot van bent, verliefd op bent, gevoelens voor hebt, en dat deze persoon op dit moment aan het scheiden is. Want het gaat hier over scheiding, huis te koop, rechtszaak, waarheid die naar boven gaat komen, iets rechtzetten, karmische gerechtigheid. Want jij hebt een wens en een doel. En dat gaat om een dure helder zien. Er zijn antwoorden die naar je toe gaan komen. Want er zijn op dit moment conflicten. Maar hij gaat in je kracht moeten komen staan. Of de andere persoon gaat in zijn haar kracht moeten staan. Ga sowieso over een derde partij. Het kan zijn dat deze persoon een tweeling of een leeuw is. Hoeft natuurlijk niet. Maar als de zaak bijvoorbeeld rond zou zijn, als het over een rechtszaak gaat, dan heb ik meer het gevoel dat dit wel rond augustus zou kunnen zijn. Na de leeuwenpoort van 8-8. Het gaat sowieso over een commitment. Rechtszaak, sowieso. Iemand is egoïstisch met geld. Iemand zit op zijn geld. Heel... Nee, dat is niet koppig, hè. Eigenwijs, dat is het. Iemand is zeer eigenwijs. Ja, ziet die eigenwijsheid, egoïstisch gedrag op zijn haar geld zitten, vastklampen, iets niet kunnen loslaten, een emotionele vervulling dat niet losgelaten kan worden. Ja, een emotionele vervulling. Toch ligt er hier wel een overwinning.
een overwinning naar successen. Er gaat hard gewerkt worden. Het gaat daar heel eerlijk over gecommuniceerd worden. Misschien heb je te maken met een aardeteken. Hoeft natuurlijk niet. Maar dus, er wordt hier vastgeklampt aan de emotionele vervullingen. Dus je hebt een emotionele vervulling. Je wilt die emotionele beschikbaarheid. Maar het is net alsof er iemand u vastklampt. Kan over het financieel gaan. Waardoor dat jij op dit moment nu niets kunt doen. Je staat stil. Je kijkt niet meer naar het verleden. Je wil vooruit. Het kan natuurlijk ook zijn. De persoon waar jij verliefd op bent. Waar je diepe gevoelens voor hebt. Dat die persoon dat ook voor u voelt. Maar dat die persoon nog in iemand anders. Dat de andere persoon, uw persoon, nog vastklampt. Als ik het zo goed mogelijk kan uitleggen. Want het gaat hier over een derde partij. Het gaat hier over drie energieën. Want er is disbalans. Iets met financiële strubbelingen. Iemand wacht op geld. Iemand wacht om te kunnen scheiden. Ofwel scheiden van de ene persoon, ofwel is die persoon al gescheiden, maar wachten ze op geld tot het huis is verkocht of een appartement is verkocht. Want het gaat hier sowieso over rechtszaken en heel veel geld. En jij hebt een wens, een doel, dat voor u duidelijkheid gaat brengen. Maar toch ligt er hier vastklampen, egoïstisch gedrag op het geld zitten. Er ligt wel overwinning. Ik heb het gevoel augustus, na de Leeuwenpoort, na 8-8. We gaan even kijken welke liefdesboodschap je mag ontvangen. Gaat vertrouwen moeten hebben. Speelsheid. Als je de romantiek wilt doen herleven, laat dan de levenslust van je innerlijk kind de vrije loop. Mocht je nu op dit moment in deze situatie zitten, blijf gewoon in die speelse energie hangen. Want je hebt je wensen. Er is hoop voor je. Je hebt heel veel liefde. Maar ik denk dat er iemand nog in een bepaalde situatie zit dat nog niet afgerond is. Want er ligt hier ook wel wat healing. Het kan zijn dat jij het bent, schorpioen, dat jij je volledig aan het verwijderen bent van een bepaalde situatie. Of jij hebt dat te maken met de andere persoon. Maar er ligt hier sowieso overwinning. En er moet hier iets standvastig zijn, want er ligt hier een vruchtbare periode. En de waarheid komt naar boven. Dus er is iets van waarheid die naar boven gaat komen. Iemand gaat iets rechtzetten. Karmische gerechtigheid. Kan zijn dat het al bezig is van oktober. Hoeft natuurlijk niet. Maar er gaat wel veel kracht en moed gevraagd worden. Want iemand is hier iets aan het leren. Iemand is hier iets aan het leren. Maar er ligt hier bescherming, maar toch een derde partij. Ik voel wel drie energieën. Dus, en dit kan natuurlijk die teleurstelling zijn op dit moment. Zo, schorpioen, ik hoop dat deze reading toch duidelijkheid heeft gebracht. Dat je toch je antwoorden hebt mogen vinden. Ik ben jullie hartelijk dankbaar voor het liken, delen en ja, van mijn kanaal, van mijn video's. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.